Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We maken ons op voor een zuidwesten tot westerstorm vanavond en vannacht. Dat heeft te maken met een lage drukgebied. En dat lage drukgebied ligt nu nog boven de Britse eilanden en koerst geleidelijk aan onze kant op. Het heeft zo'n beetje deze trekrichting, en dat betekent dat we een flink deel van het windveld te pakken gaan krijgen. In eerste instantie komt er bewolking op ons af met regen. De wind volgt daarna. De wind trekt in de loop van de avond aan. Langs de kust gaat het dan stormen met windkracht 9. In het binnenland staat iets minder wind. En gelijk mee gepaard gaan ook de windstoten. Die komen bij zee op een niveau van 100 tot 115 km per uur uit. De lijn begrenst ongeveer die waarde. Wat verder het binnenland in hebben we te maken met windstoten van 80 tot 90 km per uur. Nou, dat gaat dan door. In de avond en nacht waait het flink. In het waddengebied blijft het het langst stormen. En zo tegen de ochtend begint de wind langzaam wat af te nemen. Maar echt afzwakken doet de wind ook weer niet, want morgenavond maken we opnieuw kans op een stormachtige wind langs de kust. Goed het weerbeeld daarbij. In de avondperiode met buien, geregen en aantrekkende wind langs de kust naar windkracht 9. Temperaturen zijn heel hoog, het is 14 of 15 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 11. Het blijft flink waaien, als laatste ook in het Waddengebied. En tegen de ochtend gaat de wind er dan langzaamaan wat uit. Dan is het ook eventjes wat droger, maar morgen in de loop van de dag neemt de kans op buien toch weer toe. En zien we in de loop van de dag de wind ook weer toenemen langs de kust naar die stormachtige wind, kracht 8. Temperaturen 12 tot 14 graden. Nou, in dat weerbeeld met veel wind en hoge temperaturen en daarbij ook nog eens wat regen van tijd tot tijd komt donderdag nog weinig verandering. Vrijdag wordt er al wat koudere lucht aangevoerd en wordt het lokaal nog 10 graden, maar op veel plaatsen zitten we er al net onder. Zaterdag hebben we te maken met een maximum temperatuur van 6 graden. Ook dan valt er nog wat neerslag en het zou wel eens een keer een winters karakter kunnen hebben in de vorm van wat natte sneeuw. Nou, de temperaturen zijn de dagen daarna ook behoorlijk laag. Liggen zo rond de 6 graden in het weekeinde. Misschien voorzichtig iets oplopen. En tegelijkertijd zien we de kans op vorst in de nacht steeds aanwezig zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.